Wat je hier ziet is een oliehemelbed. Dat is een groot bed zoals je ziet waar kinderen in kunnen spelen. En er zitten 100 kussens in. En ze hebben een zwarte kant en ze hebben een witte kant. En de zwarte kant laat een product zien waar aardolie bij nodig is. En de witte kant is het alternatief zonder aardolie. Wij zijn Stichting Peak Oil Nederland. En wat wij doen is we proberen mensen ervan bewust te maken dat de olie opraakt. We gebruiken heel veel producten in ons dagelijks leven die van aardolie gemaakt zijn. We gebruiken heel veel benzine voor de auto. We gebruiken heel veel kerosine voor het vliegen. Dat is allemaal van aardolie gemaakt en dat raakt op. En wij zeggen dat binnen de komende 10 jaar aardolie heel veel duurder gaat worden dan het nu is. Maar probeer dus mensen ervan bewust te maken dat ze alternatieven moeten zoeken voor die aardolie. En wij doen het bijvoorbeeld dus door op evenementen te staan en daar een verhaaltje te houden. En dit is een van de leukste voorbeelden daarvan. Maar soms ook op een congres, een presentatie. We maken ook rapporten, die delen we uit en proberen daarmee ook politici te beïnvloeden. En op die manier dus mensen ervan bewust te maken. Wij horen hier bij dat bed en wij hebben een pyjama aan. Ja. Waar oliehemelbed op staat. En op die manier zijn wij te herkennen. En kunnen we gesprekken voeren met mensen over aardolie. Het eerste wat je kunt doen om minder afhankelijk te raken van olie is gewoon minder gebruiken. Zorg dat je niet meer vliegt. Of in ieder geval minder. Dat je minder auto rijdt. Vervolgens als je spullen koopt, zorg dat je spullen koopt die niet van de andere kant van de wereld ingevlogen moeten zijn, maar die gewoon zeg maar in de buurt gemaakt zijn. En een beetje in de transition town gedachte kun je ervoor zorgen dat je veel voeding gewoon zelf maakt of uit de buurt vandaan haalt. Probeer geen producten te kopen die je moet weggooien. Dus zoveel mogelijk gewoon duurzame producten kopen. En dan, als we dat allemaal doen, dan komen we al een heel eind, denk ik. Oh, ik heb glijmiddel erin. Dat is wel heel interessant. Vooral dat het alternatief spuug is. Daar zijn discussies over. Andreas heeft aan een mevrouw tot haar grote vreugde uitgelegd wat het alternatief voor tampons is. Dat een keeper is. En zij was vooral gecharmeerd dat een man haar uitlegde wat voor alternatief daarvoor was. Maar er zitten ook wel andere dingen tussen. Ik heb geprobeerd om verschillende levensgebieden te raken met de dingen die ik gekozen heb. Dus dan van bed tot op vakantie, tot in de garage, tot in de huiskamer. Dat er verschillende spullen zijn. Mensen vinden vooral ook heel gek dat zeep van aardolie is gemaakt. Cocaïne doet het ook goed. Het aardolievrije alternatief? Ja. Afkicken.